Max Verstappen die trapt niet in de opmerkingen van Lewis Hamilton, die zichzelf regelmatig neerzet als de underdog. De Nederlander benadrukt nog maar eens dat Mercedes zich op de zondagen doorgaans goed bij zit en dat het vandaag dan ook ontzettend spannend kan gaan worden. Zei Lewis dat we in de longruns van vrijdag een stukje sneller waren? Dat is niet waar. Hij probeert een beetje de underdog te spelen, maar je ziet dat het heel dicht bij elkaar zit. En dat is tot nu toe altijd zo geweest dit seizoen. Op zondag zie je dat zij het beter voor elkaar hebben dan op zaterdag, omdat ze zo goed op de banden zijn. Dat is iets waar wij aan moeten werken, wordt Verstappen geciteerd door de Telegraaf. De Red Bull en AlphaTauri coureurs die kregen in Frankrijk een nieuwe motor ingebouwd. En omdat men schijnt te denken dat de Honda motor meer vermogen heeft, wat tegen de reglementen natuurlijk is, krijgt Verstappen veel vragen en opmerkingen. Daar is hij inmiddels wel helemaal klaar mee. Misschien moet ik maar eens enkele plaatjes uitprinten en die aan journalisten laten zien. Het is namelijk duidelijk aantoonbaar dat wij met een kleinere achtervleugel rijden dan Mercedes. En ook hier is dat weer zo. Het zijn andere auto's, dus wij stellen hem anders af dan dat zij doen. Tja, als je met een mindere vleugel rijdt, heb je minder downforce en ga je dus sneller op de rechte stukken. Maar misschien kunnen we dat ook nog een keer aan Lewis uitleggen. Na 7 kwalificaties durft Verstappen in ieder geval een beetje optimistisch te zijn. Dit is absoluut geen toeval meer. Natuurlijk zal het nog wel een keer de andere kant op gaan vallen, maar tot nu toe doen we het op de zaterdag wel goed. We hadden nog wel meer pole positions kunnen pakken, maar in Monaco en Baku zaten de rode vlag ons dwars. Daarna voegt Verstappen er nog aan toe dat hij zelf nog een fout heeft gemaakt in Imola die hem ook wel duur is komen te staan. Ja, dat is allemaal als, maar het geeft wel goed aan dat we het allemaal goed voor elkaar hebben. Aldus Max Verstappen. En volgens Valtteri Bottas is er in de Formule 1 altijd wel iemand die je probeert te naaien. De Fin kreeg op vrijdagmiddag 3 plekken gridstraf van de stewards als gevolg van een incident tijdens VT2 waar hij bijna een paar monteurs van McLaren aanreed. De Fin vindt dat de stewards veel te streng zijn geweest toen ze het incident beoordeelden. Mijn persoonlijke mening is dat het te hard beoordeeld is. Ik had nooit gedacht dat er een penalty zou komen. Natuurlijk klagen andere teams als ze de kans zien, claimen dat het gevaarlijk is en zo, in de hoop dat we gestraft zouden worden. Maar dat is hoe het gaat. In deze sport is er altijd wel iemand die je probeert te naaien. Al gaf Bottas inderdaad wel na die tijd toe dat het wel een beetje gevaarlijk was. Ik had niet verwacht dat zoiets zou gebeuren in de pitstraat. We hadden besloten om iets anders te proberen, namelijk om te starten met de tweede versnelling. Soms heb je met hogere versnellingen lagere toeren. Misschien kun je het doordraaien van de banden hierdoor controleren of een minder agressieve start hebben. Toen ik eenmaal last kreeg van wheelspin, verraste het me echt. Wellicht was de lijn in de pitstraat een beetje vochtig van de motregen. Ik kon het gewoon tegenhouden. De auto die gedraagt zich natuurlijk heel anders in de tweede versnelling dan in de eerste. Aldus Valtteri Bottas. En goed, dat was hem dan de ochtendvideo van onze GP Fans Race Day. Wat denk jij dat er vandaag gaat gebeuren? Laat het weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!